Ja, Tom Higgins, ik eerlijk ben, je gezicht zegt boekdelen. Teleurstellende middag. Ja, hele teleurstellende middag. Vooral in het begin van de wedstrijd, dat we echt, we staan echt heel groot uit elkaar en dan lijkt het alsof we niks doen. Ja, ik denk dat iedereen zoveel heeft gelopen, maar allemaal onnodig. Zeg maar, we staan veel te ver uit elkaar en dan lopen we over achter de bal aan. En dan werk je jezelf heel erg tegen en dan wordt het een hele lastige middag. Ja, en dat is wel gebleken. Ja. Alhoewel, na de aftrap, ja, korte fase misschien, leek het er wel op dat jullie wel gevaarlijk zouden worden. Twee keer dreigen. In de tweede helft? Ja, de eerste helft eigenlijk al. Ja, misschien wel. Ja, nou goed, kijk, dat is het begin van de wedstrijd, is altijd wel even aftasten en zo. En misschien dat we toen goed voor elkaar. En dat, maar op een gegeven moment dan zakken we helemaal in elkaar. Dan worden we heel slordig. En dat komt ook gewoon omdat we zo groot uit elkaar staan dat we alleen maar achter de bal aan het lopen zijn. En dan hebben we hem eindelijk terug. En dan staan we alweer heel groot uit elkaar. Dus dan hebben we niemand om in te spelen. En ja, moeten we daar alleen maar terugspelen. En dat is een beetje wat er gebeurd is, denk ik, vanmiddag. Heeft er ook mee te maken dat je op een gegeven moment misschien zoekende bent? Want Björn was natuurlijk afwezig. Je kunt natuurlijk nooit aan één persoon ophangen. Maar Björn is natuurlijk een belangrijke schakel op het middenveld. Absoluut, dat zeker. Maar ik denk dat wij met de spelers die we nu op het veld hebben staan ook moeten kunnen winnen van de Alphense Boys. Of in ieder geval meer tegenstand bieden dan we vanmiddag hebben gedaan. Dat zeker. Goed, dan die tweede helft, dan kom je heel snel al op 2-0 achter. Dan is er ook even wat discussie, wel of geen buitenspel. Want ja, dat doelpunt valt een beetje op een vreemd moment. Nou ja, voor ons is er volgens mij geen discussie. Die bal is echt misschien wel een meter uit. Ja. Dus de scheidsrechter geeft aan dat de grensrechter op één lijn staat. Nou, daarna vraag je de grensrechter en die zegt dat hij niet heeft waargenomen. Dus ja, als je dan op iemand rekent die het niet heeft waargenomen, ja, dan wordt het lastig. Dus ja, 1-0 achter, 2-0 achter, dat is nog een behoorlijk verschil, vind ik. Dus daar hebben we echt flink wat pech gehad. Maar dat roepen we ook over onszelf af. Ik bedoel, we speelden zelf ook niet goed. En we mogen niet aanwijten dat de scheidsrechter iets verkeerd heeft gedaan. Maar ja, wij hebben ook genoeg fouten gemaakt vanmiddag. Maar dit was wel een cruciaal moment en dat hielp ons wel heel erg tegen. Op dat moment denk je van, ja goed, dit is een verloren zaak. Maar toch gloort er weer hoop op het moment dat Twan dan die 1-2 scoort. Want ja, dan kantelt die wedstrijd toch een klein beetje. Klopt, en ik denk dat het bij ons nooit een verloren zaak is hoor. Dat geloof ik echt niet. Want wij hebben echt een team. We hebben vorig jaar ook best wel vaak gehad dat we erachter komen. En dat we gewoon met strijd en met beleving gewoon wel wat kunnen doen. Want we kunnen gewoon allemaal nog steeds heel goed voetballen. Al laten we dat deze wedstrijd niet echt zien. Maar zelfs met 2-0 achter hebben we altijd nog wat gevoel van, als we er eentje maken, een beetje op tijd, dan volgens mij scoorden in de 60ste minuut ongeveer. Nou, dan heb je nog een half uur. Ja, in principe moet het dan nog kunnen. Dus dan gooien we een beetje. Ja, met die verloren zaak doe ik meer op het feit ook van dat er op dat moment echt niks lukt. Nee, oh, absoluut hoor. Dat ben ik met je eens. Dat inderdaad. Maar goed, ik denk dat wij niet echt een team hebben die dan gaan opgeven en zeggen van, nou, 2-0, laten we het maar de schade beperken. Dus zo zijn we gewoon niet. En dat zijn we aan iedereen verplicht, dat we gewoon blijven strijden dan op dat moment. Dat hebben we ook gedaan en dat resulteert wel in de 2-1 of in de 1-2. En vanaf dat moment hadden we wel iets overwicht, vond ik. En daar moeten we denk ik meer gebruik van maken. Maar het is jammer dat het niet lukt. Ja, dan heb je de pech dat Thomas natuurlijk die bal op de lat schiet. Ja, goed schot. En het is bij hem wel verrassend. Hij kan misschien beter met links schieten dan met rechts, lijkt het af en toe wel. En goed, als hij met iets meer geluk dat hij al iets naar onder gaat, dan de keeper raakt hem volgens mij nog aan. En als hij dan binnenvalt, is 2-2. En ik denk dat we hem dan winnen. Maar goed, op een gegeven moment gooien we alles open. En dan merk je wel dat we echt, dat krijgen ze ook allemaal kansen en zo. Dus dat wordt het wel lastig. Maar en dan zie je ook dat zij kwaliteit hebben. Hè? Want ja, het is eigenlijk een beetje een bijzondere ploeg, Alphense Boys. Ze hebben heel veel kwaliteit, denk ik. Maar het verschil met jullie is denk ik dat ze misschien wat minder een team zijn. Ja, ik vind dat voorin hebben ze zeker wat kwaliteit. Achterin vond ik het nog wel redelijk gewoon. Ja, maar niet beter dan wij zijn normaal gesproken. En dat is heel jammer dat we dan nu niet kunnen laten zien. Wat wij kunnen, zeg maar. Want wij kunnen veel beter. En dat weten we allemaal. Dat spreken we ook elke week uit. Maar ja, het komt er op dit moment niet uit. En dan moeten we even kijken waar de pijnpunten liggen. Ja, want het komt er inderdaad op dit moment niet uit. Teleurstelling is natuurlijk begrijpelijk groot. En je moet gewoon pas op de plaats maken op dit moment. Ja, absoluut. Terwijl ik vind dat we de afgelopen wedstrijd tegen RKVV wel eens goed hebben gespeeld. En tegen Emmen hebben we ook veel kansen gehad. Dus ja, het zit er allemaal wel in. Alleen op dit moment komt het er gewoon allemaal niet uit. En dat is, we moeten weer de goede kant opvallen. Ja, en dan volgende week RKVV uit. Vond ik eerlijk gezegd de beste ploeg tot nu toe die jullie tegengekomen zijn. Oh, dat weet ik eerlijk gezegd niet echt meer. Volgens mij hebben die gelijk gespeeld, thuiswedstrijd. Ja, oh ja, dat was een hele rare eindfase toen inderdaad. Ja, ja goed, kijk, we zitten op dit moment gewoon moeilijke wedstrijden. Dus voor ons is niks makkelijk op dit moment en sowieso niet. Dus volgende week moeten we gewoon weer blijven doen wat we goed kunnen doen. En denk ik dat we daarom toch weer moeten blijven zoeken naar hoe kan het beter en waarin kunnen we beter dingen doen. Dus dat moet maar beter.